Jaco van Giessen, voorzitter Cricket Hermes DVS. Eerste wedstrijd thuis, maar ook de eerste wedstrijd op het nieuwe terrein. Hoe bijzonder is dat? Nou, zeker. Het is de eerste wedstrijd van het eerste jaar. We hebben natuurlijk al proef gedraaid met de tweede. Maar dit is wel bijzonder dat ons eerste nu deze wedstrijd hier speelt. Ja. Er is een stukje geschiedenis aan vooraf gegaan. Jullie gingen verhuizen en het terrein had klaar moeten zijn. Wat is er gebeurd? Het terrein had 1 april klaar moeten zijn. Ik denk door middel van wat planningstrubbelingen en voornamelijk ook vanwege de regen, heeft de gemeente en de aannemer het niet voor elkaar gekregen om het op tijd klaar te hebben. Bracht dat jullie in bepaalde moeilijkheden qua organisatie, qua wedstrijdschema? Uiteraard. We hebben bij de bond aan moeten geven dat wij onze eerste competitiewedstrijd niet hebben kunnen spelen. We hebben onze oefenwedstrijden ook niet hier kunnen oefenen. Dus dit is, we hebben gisteravond hier voor het eerst met het eerste echt kunnen trainen om te weten hoe het is. Dus het echte thuisvoordeel moet nog een beetje gaan groeien. Maar ik denk dat we voornamelijk moeten gaan kijken naar wat het gaat bieden. Maar uiteraard hebben we wat strubbeling gehad. Ik liep er net over de grasmat. Ik vond het wat zompig. Ik dacht, ik glijd toch niet naar beneden toe? Nee, het is, je ziet, ja, ik mag van jou niet draaien met de camera. Dus ik had je graag willen laten zien dat aan de linkerkant van het veld het heel mooi droog is. Dat ziet er goed bij. Hier is wel een risico genomen, maar je voelt hier nog wat vocht in de grond zitten. Maar het is eigenlijk alleen maar buiten de lijn. Dus ik denk dat we het kunnen doen zo. Heerst er nou onder de leden en onder het bestuur een soort pioniersfeer? Nou, bij pionier betekent dat je het echt voor de eerste keer gaat doen. Dat niet helemaal, maar wel van scratch af aan even weer met z'n allen een beetje van we gaan het gewoon nu met z'n allen flikken en we gaan het doen. Vorige week had ik een gesprek met je collega Luc van Troost van Excelsior. Die betreurde het dat Hermes natuurlijk niet meer bij hen in de pool zit. Hoe staan jullie daarin? Ja, dat balen is wel klaar, maar uiteraard hebben we daar lang chagrijn van gehad. En nu is het gewoon gezicht naar de toekomst. En zorgen dat we zo snel mogelijk terug zijn. Ja, want dat is een beetje ook het verhaal van Twente, maar ook jullie verhaal. Gelijk na 1 seizoen weer terugkeren, hoe ga je dat verwezenlijken? Nou, ik ga je daarin een klein beetje nuanceren. Iedereen, en ook in mijn vezels, willen we in 1 jaar terug. Beleidsmatig hebben we gezegd maximaal 2 jaar. Omdat er wel een koers achter ligt dat we de jeugd willen brengen. Gavin is de nieuwe hoofdcoach. We hebben een nieuwe TC. Er is een plan waarbij echt de trainingen en de koers omgegooid is. Dus vraag je het mij als liefhebber, moeten we echt in 1 jaar terug? Beleidsmatig moeten we max 2 jaar terug. Hoe groot is nou het verschil tussen die hoofdklasse en die eerste klasse? Dat is groot. Dat zie je in alles. Je ziet voornamelijk bettend het verschil. Maar ook qua accommodaties en alles wat waar je mee te maken hebt. Ja. Nou, je zegt accommodaties, hè? Zoals het er nu bij ligt. Voldoet het dan aan de regels? Woensdag is de KNVB geweest. Die heeft het gekeurd. En die heeft gezegd, het wordt heel mooi. En op dit moment is het heel mooi om te spelen. Dus ja, het voldoet. Ik weet niet of je wat beelden ziet, maar de pitch stuit het regelmatig. Er kan goed gespeeld worden. Ja, er zijn nog wat kleine dingetjes die het extra mooi kunnen maken. Het veld kan wat groter, maar dat zijn allemaal dingen die in de toekomst komen. Dan tenslotte over de totale vereniging. Ja. Daar ben jij niet helemaal de man voor, maar je bent in ieder geval al van de helft, minstens. Hoe gaat die toekomst er hieruit zien bij Hermes? Ik heb tekeningen gezien dat ik denk, een droomtoekomst. Maar wat vind jij ervan? Ja, ik ben altijd positief. Maar als je ziet hoe mooi het complex gaat worden. Dat daar 500 eensgezinswoningen omheen gebouwd gaan worden. Dat we internationaal standaard cricketveld krijgen. Dat we heel mooi veld hier achter jou van het rugby kunnen krijgen. Dit biedt zo verschrikkelijk veel kansen. En dit is zo mooi om dit als thuishaven te krijgen. Dus het gaat er absoluut heel mooi worden met heel veel kansen. Even een persoonlijke noot. Beetje heimwee toch? Nou, dat is een strikvraag. Zolang dit veld er niet is en je hele mooie veld waar je altijd op hebt gebanjeerd als kind ongein uitgehaald hebt, is weg. Dan is er heimwee. Maar nogmaals, ik kijk eigenlijk altijd vooruit. Zo is het. Succes dit seizoen. Dankjewel.